Uit onderzoek naar de vermiste man en vrouw uit Helden zijn sterke aanwijzingen gekomen dat ze in Spanje verblijven. De politie houdt rekening met een vrijwillig vertrek van het echtpaar. De politie en het Openbaar Ministerie Limburg blijven investeren om in contact te komen met de vermisten, om op die manier duidelijkheid te krijgen over de situatie. Sinds zaterdag 9 april ontbreekt elk spoor van het echtpaar. Uit onderzoek blijkt dat zij vermoedelijk in de omgeving van Granada in het zuiden van Spanje verblijven. Via internationale samenwerkingsverbanden is de hulp van de Spaanse politie ingeschakeld. Tot op heden is het ook niet hen gelukt om contact te leggen met het echtpaar. De familie is geïnformeerd over deze ontwikkelingen in het onderzoek. Nadat de familie melding kreeg van de vermissing, heeft de politie in en rondom de woning aan de Molenstraat onderzoek verricht. Zowel het buurtonderzoek als oproepen via de sociale media leverden diverse tips van het publiek op.